Je gebruikt weer een 1-4-5 in de blues, ontzettend veel gebruikt. Oké. Basisakkoorden die ik gebruik, dat is een A barré vanaf de 5e fret. Klinkt zo. Vervolgens ga je naar een D. Alleen de D die ik gebruik, zit vanaf het begin van hier eigenlijk gerekend op je 5e fret. Hier zit je D en hieruit bouw ik een 7/9 akkoord. Ziet er als volgt uit. Hier ziet, zo zie je hem staan. Klinkt als volgt. Een beetje een bluesy, warme klank. Kijk, een gewone D klinkt als volgt. Oké, werkt ook wel. Maar ik vind dat er wat mist. Qua klank, persoonlijk. Maar goed, weet je niet, we zijn niet allemaal hetzelfde. Oké, maar ik vind het wel een lekker bluesy sound hebben. Of jazzy sound, hoe jij het wil. Je slaat hier 5 snaren na. Hoe is dit akkoord opgebouwd? Oké, ik ga nu niet uitleggen waar de 7 en de 9 voor staan. Maar ik ga laten zien hoe dat akkoord fysiek is opgebouwd. Oké. Op de A-snaar zet je op de 5e fret, zet je je ringvinger. Vervolgens gooi je je pink op de 5e fret over de onderste 3 snaren. Als je goed kijkt, kun je dat zien. Dat is van de E hoog naar de B snaar, vervolgens naar de G snaar. Je middelvinger die zet ik op de 4e fret op de D snaar. Als je het goed kunt zien, ziet het er zo uit. Oké. En het klinkt als volgt, het klinkt als zo. Oké, in combinatie even met de A barré. En dan naar de D. 7, 9. En je kan ervoor kiezen om de A ook iets meer op te spijzen naar een bluesy sound. En dan kun je een A7 gebruiken of een A17. Nogmaals, ik ga niet eventjes op in op waarom en hoe. Waarom? Maar dit is een A17. En dat komt in feite omdat ik mijn pink heb ik opgetild. Dus mijn pink die staat in de A barré akkoord, staat hij op de D snaar op de 7e fret. En als ik die vervolgens optil, dan hoor je bij wijze van dat die net even anders klinkt. Als je goed luistert. Dat is die septiem die je hoort. Klinkt al lekker bluesy. Je kunt ook slijden. Oké. Nu hoor je al heel duidelijk een beetje die slow bluesy erin zit. Dan kun je ook doorgaan naar het 5e akkoord. En die is precies hetzelfde als die D7/9. Die D7/9 was hier. Wat ik eigenlijk doe, het grote verschil is dat de E is 2 fretten omhoog. Dus een volle toon omhoog. Gaat die? Kijk, hier is die dan. De E7/9. En op de 7e fret begint mijn ringvinger. Ringvinger. Middelvinger en ook weer over de laatste 3 snaren E hoog, B en vervolgens ook de G snaar. Zie je dat die plat ligt? Als je goed kijkt, kun je het hier goed zien. Alright. En het klinkt als volgt. En dat klinkt al lekker bluesy, jazzy, wat je wil. Oké. En ook deze kun je weer sliden. Krijg hem best wel een leuke klank. Als ik dat een beetje langzaam doe, begin ik op de A7 weer, A17 moet ik zeggen. Vervolgens ga ik naar de D17-9 en vervolgens ga ik naar E17-9. Dus ik slide naar de 5e positie van het. En ik reken dan eventjes naar mijn wijsvinger. De slag aanslaan, slide, beweeg naar de 5e fret en vervolgens
zet je vinger hier neer en ik. Dus. Dat is oké. Oké. Diezelfde techniek gebruik ik ook voor de andere twee akkoorden, de D 7/9 en de E 7/9. Kijk. Er zit een fret voor en ik ga naar de positie waar ik naartoe wil. Vervolgens doe ik dat bij de E. En vervolgens kun je weer terug naar de A.